Nee, het is Bas Smit, ja, Bas, je man, ja. Inderdaad. Ja. Jullie vriend. Ja, vriend van de show. En die heeft dingen over jou gezegd. Ik dacht het is ook wel chic om het gewoon een beetje binnensdeurs te houden, sommige zaken. Heeft hij weer de vuile was buiten gehangen? Ja, ik hoef er niet eens om te vragen. Hij liep helemaal leeg. Eindelijk bel je. Ja. Zullen we gewoon beginnen? Kom maar door. Eerste vraag die we aan Bas hebben voorgelegd. Wie is Nicolette haar grote liefde? Heeft Bas daar geantwoord A, absolute kinderen? Heeft hij daar geantwoord B, dat kan er maar één iemand zijn? De hond? Nee, ik natuurlijk. Of heeft hij daar geantwoord C, mijn creditcard? Nee, dat is echt niet zo. Eerder mijn creditcard. Oh shit, shots fired. Jij, ben je rijker dan Bas? Nee. Wij zijn getrouwd, wij delen alles. Echt alles? Ja, zou je dat nog wel doen met zo'n man? Nou, vandaag kwam hij weer thuis met 6 paar Crocs. Dus ik was wel weer even dat ik dacht, waarom doe je dit? Ja, mijn man houdt van shoppen. Mocht je Bas niet kennen, volg hem even, @BasSmit. Dan weet je waar we het over hebben. En dan snap je ook meteen dat je denkt van, oh, ben je met die vent inderdaad. Ja, en dan heb je meteen nog meer respect voor mij. Maar wat is het antwoord? Wat is het antwoord? Wat denk je? Nee, dan gaat hij zeggen de kinderen. De kinderen gaat hij zeggen, absoluut. Dat zou natuurlijk moeten zijn. Dat is het enige wat hij kan zeggen. Maar ik dacht, een combinatie van hun drie, dacht ik. Nee, we gaan eens even luisteren wat Bas... Kinderen, natuurlijk. Je gaat niet anders zeggen dan kinderen. Hoe kan je nou iets anders doen? Dan ben je echt gek. Je zegt natuurlijk kinderen. Op die vraag zeg je kinderen. Laten we even luisteren. Laten we even luisteren naar Bas Smit zelf. Wie is Nicolette de grote liefde? Ja, kan toch maar één iemand zijn? Dat is toch de hond, denk ik. Nee, zonder dolle. Nee, dat ben ik. Pijnlijk dit. Ja, hij heeft zichzelf nog half zitten. Dat wordt straks wel een dingetje. Ja, dat denk ik ook. Ja, want het zijn natuurlijk je kinderen, die Bas. Ja. En inderdaad, de hond. Wat is het slechtste programma dat Nicolette ooit heeft gemaakt? Hebben we ook aan Bas gevraagd. Heeft hij daar geantwoord? Oh, wat een jaar. Oh nee, dat was van Linda de Mol. Oh nee, dat was van Chantal. Oh nee, van Linda. Of heeft hij daar geantwoord B? Ze is erg slecht in het witte wasprogramma. Of heeft hij daar geantwoord C? Bloemenstal. Ik weet dat ik het kan. My name is Michael. Maar ik moet nu uit 6 dingen kiezen. Ja, A, B of C. Nee, die bloemenstal, dat is een opsomming. Oh ja, over die laatste drie. Die vindt hij alle drie dan beroerd. Ja, hij vindt het witte wasprogramma, gaat hij natuurlijk zeggen. Ik weet ook niet waarom. Nee, het witte wasprogramma. Dat gaat hij natuurlijk zeggen. Hij heeft nog nooit een wasje zelf erin gegooid. Nee, maar jouw afvallen op jouw televisieprogramma zou hij nooit doen. Het zou heel netjes zijn als hij dit zou zeggen, toch? Dat zou heel netjes. Je gaat geen programma's noemen. Nee, je gaat geen programma's noemen. Ik ben heel benieuwd. Jongens, laten we even luisteren. Ja, een scheiding wordt meteen aangevraagd. Van dit programma. Jongens, ik denk dat ik hier blijf. Kom maar door. Wat is het slechtste programma dat Nicolette ooit heeft gemaakt? Daar heeft jouw man dit op geantwoord. Wat is het slechtste programma wat Nico ooit heeft gemaakt? Jezus, Bloemenstal, ik weet dat ik het kan. Wat een varken. Jullie snappen dat hij op de bank slaat, hè? Ja, hij slaat op de bank, ja, vanavond. En het leuke is, Nicolette, we hebben nog een tweede ronde van het spelletje. Oh, nou, ik kan niet wachten. En het leuke aan die tweede ronde is, het wordt alleen maar erger. Oh, nee! We hebben een spelletje weekend. Daarin moet jij, Nicolette, voorspellen wat jouw man in dit geval allemaal over jou gezegd heeft. Dat is Bas Smit. Ja, en ik ben geschrokken. Ja, je bent geschrokken. Terecht. Ik zit hier echt dat ik denk, waar doe ik het allemaal van? What a man gotta do, is in ieder geval niet jezelf verkiezen boven je kinderen. Dat zou je niet moeten doen als man, zeg maar. Dat is gewoon niet zo netjes. En What a Man Gotta Do is ook niet allemaal programma's opnoemen die jij dan niet goed gemaakt zou hebben. Maar toen belde er een boze man naar de studio. Eén keer raden wie dat was. Bas Smit, goedenavond. Niek. Schat. Niek, kun je me horen? Ik hoor je, wat is dit? Ja, ze lopen echt te stoken in een goed huwelijk. Nou, vooral die gozer met dat moeilijke knietje na. Helemaal aardig en gezellig. En hij zegt, noem eens wat programma's. En ik noem gewoon wat willekeurige programma's. En ik geef een totaal ander antwoord. Maar, en we worden echt, er wordt echt gestookt in ons huwelijk. Niet? Schat, weet je wat dat is? Jaloezie, denk ik. Jaloezie. Nee, maar dat is echt jaloezie. Nee, maar... Of heb je het echt gezegd? Ik zeg alle andere radiozenders af. Nee, maar... Ik doe alles kenselijk voor mijn vrienden van 538. Ja, en nu laat je me zo zitten. Chris, we moeten naar jou gaan. Is dit waar wat je gedaan hebt? Heb jij dit verknipt? Is dit niet de origine? Dat zou ik nooit doen. Tuurlijk niet. Hoe kan ik die programma's opeens, waar moet ik die vandaan halen? Die heeft hij toch gewoon gezegd? Dat is waar. Ah, ik moet dit even laten bezinken, boys. Ik wil dat je het bandje terug laat luisteren aan mijn vrouw. Ja, want dit kan echt niet. Hey. Ik ga echt nu op mijn eigen zender, ga ik nu ook Chris helemaal aanpakken. Dit is een oorlog. Shit. Dat moet een kookprogramma geweest zijn. Ja, want koken is niet per se haar ding. Ja,
ritje eruit. Oh, ja, mooi. Dit is zo'n aardig. Hey Bas. En als ze vragen wie is je grote liefde, dat ben ik toch niet? Komt niet. Tuurlijk, maar er werd... Ik hou van de kinderen, maar... Nee, maar ze hebben jou geen opties gegeven. Anders had jij gezegd, als ik, ja, je had de kinderen ook gezegd. Maar dan noem je dat toch meteen? Als nee, nou, ik moet zeggen, dat ik ben daar zelfs lief voor Bas geweest. Ik ben daar lief voor jou geweest. Want hij zei, nou, sowieso niet mijn kinderen. Ik zei, nou Bas, dat knip ik wel uit voor je. Hey Bas, er komt nog een berichtje binnen van Britt via de app van 538. Die heeft een suggestie om even voor jou te draaien, want dit is waarschijnlijk waar het op uitdraait vannacht. Ik slaap weer op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Doei Bas. Nou ja, de vraag is, wat is het grappigste dat je ooit met Nicolette hebt meegemaakt? En toen zijn er de opties, nou, A, B, C. En nu komt het, C, Nicolette kroop van de week onder de heg om zich te verstoppen. En daar schrok jij zo van dat Bas dat heeft gezegd. Jij denkt dus dat het C is, want het is waar. Zullen we eerst even luisteren wat Bas heeft gezegd hierover? Ja, nou, komt-ie aan hoor. Wat is het grappigste wat ik ooit met Nicolette meegemaakt? Ik moet je zeggen, wij gieren wat af. Maar het meest lachen moest ik deze week. We zagen iemand aankomen uit de buurt waar ik echt geen zin in had. En toen was ik snel naar binnen gerend. En toen was Niek achter de heg onder de haar gaan zitten. Ja, toen heb ik gewoon gehuild van het lachen. Ja, dodelijk gelachen. Niek en het van Dam. Mensen. Iedereen vind jij oké. Okay. Jij mag iedereen. Er kwam echt iemand aan en had ik echt even geen kracht voor. En hij zag het. Geen kracht voor? Nee, ik had er echt geen kracht voor. En hij zag het en die schoft, die rent naar binnen, gooit de voordeur dicht. En ik stond daar bij het tafeltje. Ik denk, kut, het enige wat ik kan doen is bukken. Bukken naar beneden. En ik doe net of ik heel druk bezig ben met een bloemetje. Zo ben ik wel helemaal in dat zand zo achter die heg. En ineens hoor ik, hi. Oh, je bent betrapt ook nog. Stond hij daar? Nee. En ik hoor Bas binnen gieren, maar zo hard lachen. Ik hoorde door de muren, door de ramen. En ik stond alleen maar met hem, die kerel zo. Ja, ja, nee, ja, heel serieus. In zijn broek is zo benieuwd wie het is. Wat ben je dan een lul? Zo benieuwd wie het is. Hey, Bas, maar jij lul dat je naar binnen rent en de voordeur dichtgooit. Echt rennen en de voordeur dichtgooien. Hoor je me nog? Ja. Was er nog? Oh ja. Ik sta heel bij de benzinepomp even een bosje bloemen voor mijn meisje. Neem maar een paar mee, schat. Even zonder, want je gaat natuurlijk geen namen noemen. Maar wat was het met die man dat je hem niet wilde spreken dan? Wat zat daarin dat je dacht van, nou, je hebt echt geen zin in? Doe maar even ander onderwerp. Nee, want dit is echt, dit gaan we niet doen. Bas, hoe heette die man? Nee, Bas, niet doen. Laat je niet gek maken. Je hebt je al veel te veel. Nee. Hoe heet hij? Dat is echt lul, hoe heet hij? Hoorde je het? Ja. Klinkt als. Als je er even wacht, gaat niet zeggen. Ja. Nee, dat doet hij niet. Want dan als is het. Ik laten vallen, want ik twijfel wel, ja. Alleen zijn voornaam kan toch wel? Nou, die voornaam is. Oh, dat is een bekend iemand ook nog. Deed je verder helemaal niemand Ricardo in de wijk? Leuk. Bas Smit, dankjewel. Nicolette, van Dam, bedankt dat je er was vanavond. Bas, tot na het weekend. Sorry, Bas. Ik lig in de auto. Ja. Je weet het, hè, Bas? Ik slaap weer op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Bas. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank. Nicolette, nogmaals dank dat je er jullie was. Jullie ook heel bedankt, als gezellig.